Jongens, welkom bij een nieuw gameplay commentaar hier op gamersnet.nl. En de sfeervolle beelden die jij nu ziet zijn van Ori en The Will of the Wisps. Naast me zit Tom Kouwenberg, ik ben Peter Bouwman. En ik heb deze game gespeeld op E3, maar ik weet hier helemaal niks vanaf. En daarom ben ik aangeschoven. En Tom was onwijs fan van het eerste deel. Dus ik heb het spel wel gespeeld, maar ik vind wel, het is sfeervol. Ik was een groot fan van Ori and the Blind Forest. En ik denk heel veel mensen. Het is weer typisch zo'n quasi-indie die even goed doorbreekt, zeg maar. Dat enorm mooi, enorm sfeervol, fantastische muziek. Grote backing vanuit Microsoft, maar gewoon echt een ijzersterke Metroidvania. En ik vind dat mooi om te uitleggen zien. Voor mensen wat dat is. Metroidvania is het genre wat Metroid en Castlevania groot hebben gemaakt. En dat wil eigenlijk zeggen dat het een soort van open wereld is, platformen, veel abilities. Het is vaak lastig, het is vaak roguelike. Ik vond dit zo moeilijk. Kijk, ik zoek nu weer exit. Ik heb er geen zin in. Helemaal geen zin in. Nee, ja, het is lastig, ja. Ik kwam in een game die al gestart was. Ah, oké. En wij hebben gewoon besloten jouw hele gameplay erbij te pakken. Je was eerst even zo van, ik ga wel verder in deze guys game. En nu ga ik het zelf doen. Ambitieus. Ja, ik moet wel zeggen, het ziet er weer zo ontiegelijk hetzelfde uit als het eerste deel. Maar dan gewoon nog meer high def en nog meer aandacht als ik al zo kijk naar de achtergronden en zo. Naar de kleurgebruik. En dan hoor ik ook weer die zwoele symfonische tonen op de achtergrond. Ik ben al weg aan het dromen. Hey, wat is er nieuw, Tom? Wat ik allemaal speel? Wat er nieuw is, het lijkt erop dat ze meer gaan focussen op momentum creëren. Want deze game is natuurlijk lastig, maar dat lijkt meer abilities te krijgen. Ik zie nou ook een boog, die heb ik niet in de eerdere delen gezien. Je hebt natuurlijk een soort van krachtaanval van dichtbij, maar je blijkt nu nog meer te kunnen met wat meer afstandsgerichte dingen. En dit soort dingen zijn ook nieuw. Echt? Gewoon jezelf een soort van... er zijn een heleboel dingen in de wereld waar je toffe dingen mee kon in Ori and the Blind Forest. Maar je weet gewoon, kijk, Moon Studios begrijpt van, oh, mensen vinden dat hele vlotte momentum van Ori, dat vinden ze vet. Dus daar gaan we op voortborduren. En dat merk je ook gewoon. Dingen lijken net iets sneller, maar nog steeds wel lastig. En je hebt de spirit container, netjes. Ja, die heb ik even gepakt hoor. Dat doe je ook zo. Ik zag hem liggen, ik denk, potverdorie, die gaat in mijn knuisten. Ja, nee, als je... Oh, Tok. Dit is een... Hij heet Tok, wat vet. Oké, dit is een nieuw karakter ook meteen. Kijk, Ori keert natuurlijk terug, dat is duidelijk. Maar ik ben heel erg benieuwd wat voor meer karakters ze in deze wereld gaan zetten. En ik zie nou ook al dat je bezig bent met je spirit shards daadwerkelijk een beetje dit gebruiken. Dit ziet er natuurlijk helemaal uit als Metroid. Ik heb vroeger best wel veel Metroid gespeeld. Ik vond het heel erg fijn spelen, dit spel. Wat jij zegt, het momentum, maar ook je upgrades. En het is natuurlijk ontzettend sfeervol, dat zien we allemaal. Alleen ik vraag me altijd af hoe lang dit leuk blijft. Want aan het einde van deze demo had ik al zoiets van ja. Ik wil het niet zeggen, maar ik ga het toch zeggen. Het is een beetje de Dark Souls van de indies. En ik denk dat daarom dit heel leuk blijft voor mensen die dat relaxed vinden. Een moeilijke platformer game. Echt want ik weet het, als je het kan speedrunnen, dan ben je er misschien in een uur door Ori and the Blind Forest heen. Maar de gemiddelde gamer is daar toch echt wel. Nou ja, goed, ik was 420 doden. Verder voordat ik die game uitspeelde. En ik denk dat de charme ervan is. Het is niet zozeer van hoe lang deze of hoe groot deze open wereld is. Het is vooral gewoon hoeveel uitdaging erin zit. Ja, je kunt ook het zand in trouwens. Dat weet ik nu nog niet. Daar kom ik later achter. Is dat ook nieuw? Dat is ook nieuw, want als ik het me goed herinner had Ori and the Blind Forest weinig echte zandomgevingen. Kijk, je ziet hier nou ook heel veel van die platformpjes waar die dan een soort van zand ophopen. En dan kun je er even opspringen en daarna verdwijnen ze weer. Ja, ik vind dat weer land. Ja, ik vind dat wel weer mooie platformelementjes waar je waarschijnlijk weer allerlei nieuwe routes kan gaan vinden. En naarmate je meer abilities krijgt, kun je steeds meer toffe dingen doen. En wat de hel is dit? Wat daar hangt? Ja, dat ziet er dope uit. Ja, ik ga er ook nog op zelfs. Ja. Je hebt nu een beetje het momentum te pakken, heb ik het idee. Je hebt nu een beetje door van een dash en dan slaan met zwaard. Oh, kijk, ik wist ook niet dat je kon klimmen. Dat is ook Je kunt een soort van springen tegen muren aan. En als je dat blijft doen, dan is het een soort van sprong. Dat was wel een ding aan Ori and the Blind Forest. Ik snapte niet waarom ze niet gewoon een wall climb functie gaven, maar meer een soort van wall jump die je dan maar gewoon keer op keer moet doen. Ja, maar dat hebben ze niet veranderd. Ja, dat vind ik dan toch wel een beetje apart. Dat is waarschijnlijk ook om het moeilijk te houden, dat je niet gewoon oneindig lang tegen muren aan kan klampen, want het draait natuurlijk ook om dat momentum en dat je snel van hot naar her zoeft. En natuurlijk, als je doodgaat, kom je weer terug op je eigen checkpoint. Wat ik nog steeds een van de beste principes van een game ooit vind. Netjes, Peet. Dat was een sprong. I know, right? Ja, maar ik kan dit allemaal. Ik speel ook Super Mario. Dat is duidelijk. Ik speel wel weinig, voor de mensen die niet weten, ik speel weinig indie games omdat ik zo snel zat word. En ik snap dat dit sfeervol is en ik snap dat het mooi is. Ik vind het ook echt mooi. Alleen ik kan dit niet heel veel uren spelen. Oké. Ja, dat is een kwestie van smaak. Dat is een kwestie van smaak. Nou, ik vond het een van de vetste dingen. En ik denk te zien dat dat wel terug is. Dat is dus wel het maken van je eigen checkpoints. Wat
hilarisch moeilijk is, omdat je het soms gewoon vergeet. Je moet energie... Kijk eens. Netjes. Oh, nee, oké, dat was bijna ja. Goed. Was bijna goed. Nou, hoe ga je dit flikken? Nou zo, hoppa. Maar dat vind ik dus leuk. Je hebt een soort van mana. Ik ben echt goed. Je bent goed bezig. Je was het in de jetlag weer helemaal vergeten. Ja, nee, maar dit was... Je moet even zien. Ik was gewoon bij Xbox aan het spelen. Maar er was een hele rij. En ik moest het ook nog capturen. Dus ik zat al ontzettend mensen te vertragen. Ja, dit zei je ook al bij de Forza Horizon gameplay. Ja, maar daar crashte je iets meer. Je bent ver gekomen, denk ik. Het begint ook wel echt vast. Dan gaan we ook stoppen. Nou ja. Maar ontzettend sfeer. Dat zie ik ook. Ja. En ik vind de moveset, ja, is het vernieuwend? Nee, wat ik dus heel interessant vind, is dat je dus... Dat was het mooie aan Ori and the Blind Forest. Je hebt een soort van mana die je moet gebruiken voor je abilities. Dus daarmee kun je krachtige aanvallen doen. Maar diezelfde pool aan mana, die heb jij ook nodig om checkpoints te maken. Oh. En als jij zelf geen checkpoint maakt, dan wil dat zeggen dat je doodgaat. Ga je weer helemaal terug naar een checkpoint ergens anders in de wereld. Dan moet je het weer allemaal helemaal zelf doen om daar terecht te komen. En die balans... In wil ik de energie sparen voor een gevecht? Of wil ik hier een checkpoint maken? En dan kan ik zo vaak doodgaan in het gevecht. Maar kom in ieder geval wel hier dichtbij terug. Juist die balans en die keuzes. Dat maakte dat de Ori ook echt iets unieker voelde dan de gemiddelde Metroidvania. En ik merk nu waar je vast zit. Kut, Violen. Nee, hier zat ik nog niet vast. Ik kom op een gegeven moment nog verder, hoor. Ja, maar dat is ook het leuke. Als je heel graag ergens vast zit, dan kun je... Ik wil graag het zenddesje nog laten zien. Dat ga ik later. Lekker. Kom ik hier al vandaan? Nee, hier kwam ik niet vandaan. Nee, dit is goed. Ik ben goed bezig. De boog vind ik trouwens super vet. Ja, de boog is wel nieuw. Weet niet wat ik ermee doe nu, maar ik vind hem super vet. Ja, je kunt die gasten duidelijk niet kapot maken, ze blijkbaar weer. Dus je moet die, wat is het, soort van magnetische, telekinetische... Doe ik gewoon, hoppata. In de gameplaybeelden zien we dat er veel meer van dat soort dingetjes in zitten. Allerlei dingen die Ori net iets meer momentum geven. En ik ben er blij mee. Ik weet, dan is het echt super lastig voordat je alles doorhebt. Maar goddomme, als je dan alles doorhebt, dan zoef je ook zo door die levels heen. Meteen je dood in. Word je weer boos omdat je weer niet een checkpoint had aangemaakt. Ik vind dat lekker. Jij wil die rots naar beneden hebben. Want je hebt zoiets van, daarmee ga ik deze guy verslaan. Dit is een soort van vijand die we wel weer terugzien uit het eerste deel. Dan is het nu in het zand in plaats van het water. Maar dat is dan moet je hem eigenlijk naar boven lokken. En zodra hij er is, dan slime helemaal kapot met je schijnbaar energiezwaard, wat nieuw is. Wat had je dan in het vorige deel? Oh, lekker. Er waren ook van dat soort wezens, maar die zaten dan vaak in het water of ergens anders. Je hebt eigenlijk een soort van kleine spirit bij je, die je ook de backstory geeft. Maar die spirit, die zorgt er eigenlijk voor dat je ook van dichtbij een soort van krachtaanvallen kon doen. En je had dan ook wel wat dashes. Maar het leuke is aan Ori is dat bijna elke ability heeft een keerzijde. Bijna elke ability is voor meerdere dingen te gebruiken. Dus zoals een air dash, daarmee stuur je ook een projectiel de andere kant op. Lupo, weer iemand nieuw. Ja, Lupo die wil geld verdienen. Die ziet geld in dit spelletje. Mooi. Ik vind het fijn om nu al twee NPC's te zien. Want dat was eigenlijk een beetje een ding met The Blind Forest. Dat was een beetje saai. Het was leeg. Er zaten een aantal karakters in die heel mooi waren in hoe ze in het spel neergezet werden. Maar waren er wel wat weinig. Deze backgrounds. Ja, dit is sick. Ik wilde alleen maar meer van dit. Kijk, dit is volgens mij dan een vast checkpoint. Ik wil deze bonsaiboom trouwens. Iemand maakt deze bonsai voor mij. Super vet dit. Ja, kijk, je hebt je burrow. Je kunt nu ook in het zand duiken. En nou verwacht ik dus dat dit dus handig is in het zand, maar dat je het tegelijkertijd ook weer voor iets anders kan gebruiken. Want dat was zo sterk. Oh, wauw, dit ziet er fantastisch uit. Ja, dit is ook heel tof dit. Ik snapte er geen reet van, maar het was wel heel tof. Gaaf. Ja, maar daarmee bouw je dus ook weer momentum op voor sprongen en dergelijke. Ja, dat valt dus tegen. Ja, nou ja, goed, dat is dus het leuke aan Ori, is dat je eerst leer je het een klein beetje in mondjesmaat hoe je het moet gebruiken, maar uiteindelijk ga je al die abilities aan elkaar rijgen. En dat maakt, zeg maar, dat is het toppunt van die game, is als je alle abilities die je hebt geleerd en verfijnd hebt, dat je daar ineens gewoon zieke combo's mee aan elkaar schroeft. En dan dus ook weer op plekjes kan komen waar je anders moeilijk kan komen. Zoals deze, waar je nu naar op zoek bent. Je neemt even wat energie mee. Wat mooi dit. Ik zit hier alweer helemaal in. En als ik de muziek nu ook zo weer hoor, ik heb er echt zin in. Het is alleen zo jammer dat hij echt pas in 2019 komt. Ja, het duurt nog wel even. Ja. Misschien is dit net af. Ze hebben net... Maar hier kom ik dus maar niet op. Dit is mijn vastlopen. Oké, okay, en toen dus had je zoiets nu, van... Vanaf nu mogen we ermee stoppen, want... Ja, want je wil gewoon je schaamte een beetje inperken. Nou ja, we laten het gewoon niet zien. Dit gewoon niet kon. Oké, okay, dan gaan we gewoon hier rustig aan uitveden. Ori and the Will of the Wisps. Ik ben er hyped voor. Bedankt Peter voor überhaupt dat je deze hebt opgepakt op E3. Ik ben heel blij dat we dit hebben en dat we dit al mee kunnen krijgen. En ik hoop richting 2019 eindelijk los te mogen in deze game. Ja, weet je, je kan niet alleen maar Assassin's Creed en Battlefield spelen. Nee, soms moet je gewoon iets kleins spelen. Iets moois, iets vertederends. Ori. Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider, inderdaad.
Schattig klein platformertje. Wolfenstein. Bedankt, Peter. Bedankt, Tom. Die muziek. Wat nu al helemaal zin.